24 juni is de training begonnen. Ja. Daarna, want dan hoop je op de 24 juni dat je de zaak compleet hebt, maar daarna is er nog heel veel gebeurd. Ja, dat is ook een beetje een utopie om te denken dat je het de 24 juni voor elkaar hebt. Ik denk dat daar bijna geen enkele club is waar dat voor geldt. Dus ook voor ons niet. En dat is ook oké. Okay. Alleen dat het zo extreem zou zijn, dat is wel... Ja, dat is wel een beetje de andere kant van de medaille. En eigenlijk zitten we nog steeds midden in dat proces. En dat is op zich wel jammer, want je gaat nu spelen. En we moeten gewoon presteren. En daar gaan we ook voor. En dat kan ook gewoon. Maar ja, we zijn natuurlijk nog wel onderweg met bouwen. En dat blijf je altijd wel. Maar ja, dit zou eigenlijk de uitgangssituatie voor de voorbereiding moeten zijn. Het mooie is natuurlijk wel dat jij als trainer nu, bij het hele volledige seizoen, de zaak een klein beetje naar je hand kunt zetten. Ja, een klein beetje inderdaad. Dus kijk, ik kan wel spelers aandragen. En daar heb ik ook wel ideeën. En dat doen we ook wel met elkaar. Alleen, het moet haalbaar zijn. Het moet ook binnen de financiële kaders passen. We moeten het daar met elkaar over eens zijn. Dus natuurlijk heb ik daar ook mijn invloed in. Maar daar ben ik zeker niet de enige in geweest. 13 spelers weg. 11 spelers erbij. Ja. Dat is een hele klus op zondag een goed elftal in het veld te brengen. Want er zijn niet veel spelers die vorig jaar speelden, die komende zondag ook aan de bak kunnen. Ja, dat klopt. Het is eigenlijk wat ik net zei. We zijn nog in ontwikkeling. Dus daar hebben we ook nog wel wat tijd voor nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je niet... Dat een team in ontwikkeling kan ook gewoon presteren. En kan ook gewoon resultaten halen. En wij moeten gewoon met de goede mindset en met de goede energie en met lef ook zondag op het veld staan. En er gewoon een goede basis leggen voor de rest van het seizoen. Heb jij nog wel eens teruggedacht aan de beide wedstrijden van vorig seizoen tegen Sparta? Ik heb er één meegemaakt en dat was uit. En die wonnen we, dus dat was prima volgens mij. Ja, goede wedstrijd. Ja, dat was wat jij zegt. Ik denk dat er nog twee jongens meespelen, dus dat is zo onvergelijkbaar met wat er toen gebeurde. Alleen, dat was een prima wedstrijd van ons. De training zoals die momenteel gaat, ben je daar tevreden over met al die geblesseerden erbij? Nou ja, je hoopt natuurlijk zo snel mogelijk de groep bij elkaar te hebben. We hebben heel veel jongens die gewoon langdurig al geblesseerd zijn. Maar er is wel een beetje licht aan het eind van de tunnel bij een aantal jongens. Dus je hoopt natuurlijk als trainer dat die jongens snel aansluiten. Want er is wel een verschil tussen hoe onze selectie eruit ziet, onze complete selectie. En hoe onze groep er voor aankomende zondag uitziet. Dus we missen daar wel een aantal echt sterkhouders die we gedurende het seizoen echt wel heel erg nodig zullen hebben. Het plan van zondag is klaar? Uiteraard is het plan klaar, zeker. We hebben het al getraind. Dus we hebben Sparta bekeken in de voorbereiding. Net zoals Sparta ons bekeken zal hebben. We hebben onze eigen manier van spelen. En we hebben een plan bij bedacht. Dat hebben we getraind, hebben we besproken. Dat doen we morgen nog, het puntjes op de i. En dan vertrekken we naar Rotterdam.